Stap via het linkervoorportier in uw auto, die met stilstaande en koude motor geparkeerd is, op een horizontale ondergrond. Trek aan de handgreep onder het dashboard. Til aan de voorzijde van de auto de hendel voor het ontgrendelen van de motorkap omhoog en zet de motorkap omhoog. Let op dat niemand op de motorkap steunt zolang deze open staat. Hij kan per ongeluk dichtvallen. Trek de pijlstaaf eruit en veeg hem schoon. Steek de pijlstaaf weer geheel in zijn houder en haal hem er weer uit. Controleer het pijl. Dit moet zo dicht mogelijk bij, maar mag nooit boven het maximum merkteken staan. Vul bij indien nodig. Vul olie bij met kleine scheutjes. Wacht ongeveer 20 minuten en controleer dan opnieuw het pijl op de hiervoor beschreven manier. Steek de pijlstaaf geheel naar binnen en sluit de dop goed. Laat de motorkap zakken en van ongeveer 30 centimeter hoogte dichtvallen. Controleer de goede vergrendeling ervan.